In party- en zalencentrum Boelens werd een reunie georganiseerd voor de oud-leerlingen en oud-leraren van de MAVO Wilderen. En het werd dus ook tijd, want de vorige reunie was alweer 10 jaar geleden. En als je elkaar na zo'n lange tijd weer ziet, is er natuurlijk heel veel te bepraten. En als je elkaar dan weer ziet, komen al die herinneringen weer boven. En de deelnemers konden ook de tot kapsalon omgebouwde school bekijken. En de organisatie van deze reunie had dan ook gezorgd voor het vervoer tussen Boelens en de oude school. Men kon zelfs kiezen of een ritje met de eerste Wildervanke paardentram of met de rondvaartboot. Het schoolgebouw zoals het er nu staat is gebouwd in 1901 en daarna al diverse keren met noodlokalen uitgebreid. In 1990 werd de school gesloten door de fusie met de LTS en de huishoudschool in Veendam en ging het verder als scholengemeenschap De Vaat. En na de sluiting als MAVO heeft de lappendeken er nog enkele jaren gebruik van gemaakt. Ja, dat was een dikke. Dat is nou een loopland. De dadelvader was hier. Maar dat is een filmgroot soort filmgroot. Ja, maar de dadelvader van deze kant. Ja. Ja, zeker. Ja. En u ziet het, heel veel historische elementen zijn bewaard gebleven. En zo vanaf het water kijk je toch heel anders tegen de Wildervank aan. De heer Visser van het watersportbedrijf Vertrouwen stuurt vakkundig de boot door het Oosterdiep. Maar ondanks de dreigende bewolking bleef het tijdens ons boothochtje droog. Rieke, voor de Rieke Valkenboom en Doha. Ja, dat is een kinderzijde. Ja. 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 Ja.
En nu is de MAVO in gebruik als woning en kapsalon. Gaan we door, denk op je handen, gaan we door. Ja, en toe, bij je.